allemaal, welkom op mijn kanaal Creatief met Tess. Mijn naam is Tessa en vandaag gaan we deze Decotime Watercolor Metallic Paints uittesten. En van tevoren doe ik gewoon even met een flesje met water erin. Dat is makkelijker dan de hele tijd je kwast in het water en dan weer in de verf. Kwast weer in het water, weer in de verf, etc. Daarnaast gaan we ook met de Carlijn Design stempels aan de slag. En ik ga zo meteen nog swatch hoor, dus dan kan je het zien. De lichtere kleuren, die zie je echt super mooi glimmen. En de wat donkere, zoals deze rode, die zie je een stukken minder glimmen. Maar voor 1,34 zijn ze echt super gaaf. Je hebt nog twee andere, namelijk de blauwe en de oranje-bruine noem ik ze maar eventjes. Dus als je wilt dat ik die uit ga testen, laat me het dan ook vooral weten. Kijk, hier zie je al dat die lichten mooi glimmen. En straks als het opgedroogd is wat ik gemaakt heb, zie je het nog mooier. Ik ga hier trouwens, ben ik bezig met een kaart met allerlei hartjes erop. Maar dit is niet de kaart die ik vandaag ga maken. Dit is een andere kaart. Wil je nou zien dat ik deze afmaak? Let me know, want dan komt die in een andere video naar voren. Oh, en ik ga trouwens vrijdag weer live. En dan gaan we Shaker Valentine's tags maken. Dus ik zal ook op Instagram laten weten wat je daarvoor nodig hebt. En als je dat niet hebt, dan heb ik ook allerlei alternatieven. Je kan sowieso meedoen. Iedereen kan meedoen. En het is ook leuk om allerlei kleurtjes met elkaar te mengen. Dat heb ik hier ook gedaan. Sommige zijn apart en andere kleuren zijn gemengd. En nu gaan we beginnen met de kaart voor vandaag. Ik ga eerst een hartje maken. Als je dat nou moeilijk vindt om zo'n hartje uit een losse pols te tekenen, dan kan je ook eerst het blaadje dubbelvouwen, de ene helft uitknippen. Als je openvouwt, heb je meteen ook de andere helft in dezelfde vorm. Nu gaan we eerst al het water erop doen, want straks komt de waterverf erop. En die gaat zich dan helemaal zo uit zichzelf uitspreiden. En dat wordt echt super leuk. En ik heb eigenlijk zoveel mogelijk in beeld gelaten, zodat je echt kan zien wat er gedaan wordt. Ik voeg nog wat extra water toe. En daar zag je dat ik iets te veel water had gebruikt. Maar no problemo, want de rest van de kaart is dus niet nat. Dus daar gaat het ook niet naartoe. Dat is zo handig hiervan. En ik gebruik eigenlijk niet zo vaak waterverf. Maar dat moet ik eigenlijk vaker gaan doen, want het is echt super leuk. Gewoon een beetje wat uittesten. Niet echt nadenken over de uitkomst. En voor 1,34 is dit toch echt super gaaf. Ja. Alleen helaas heeft de Action geen online winkel, want dat zou wel heel fijn zijn.
Hier is die dus gedroogd met een heat tool. En kijk naar die shimmers. Echt super mooi. En dan zie je dus wat ik zei, dat die lichte kleurtjes meer shimmer geven dan die donkere kleuren. En ik ga met een witte paintmarker een soort lichte effect maken. En nu ga ik met Carlijn Design en dan Fijne Valentijnsdag erop stempelen. Dit zou je ook achteraf kunnen doen, want ik merkte dat toen ik ging stempelen en daarna met transparante gesso eroverheen ging, want dat had ik nodig om de witte splashes, zeg maar, dat die niet helemaal gingen uitspreiden en dat ze mooi een druppeltje bleven. Dus ja, dat is wel jammer, want dan zie je dat dat minder zwart is geworden. Je ziet hier al een beetje wat ik bedoel. Nu ga ik met transparante gesso eroverheen en de shine gaat dus wel een beetje weg. Maar ik vind dat niet heel erg, want zo is de kaart ook echt super leuk. Als je dat niet wil, dan moet je het even anders doen. En hier komen dus die witte splashes met acrylic verf. Nou, misschien komt het wel door de waterverf dat die stempel ink daar niet zo bleef. Zou ook nog kunnen hoor. Nog niet aan de transparante gesso lag. Want ik zag ook al dat hij daarvoor al een beetje wat lichter was. Nou, nu probeer ik een 14,5 bij 14,5 centimeter te snijden. En daarna, de kaart is 15 bij 30 en die vouw je dan door het midden. En dat heb ik een beetje op het oog gedaan van wat ik mooi vond. Maar het is ongeveer 14,5 bij 14,5. Want de kaart is wel 15 bij 30. En ik zat eerst te twijfelen tussen paars of roze. Uiteindelijk ben ik voor de licht roze kant gegaan. En ik heb hem gewoon vastgeplakt met alles lijm. En dan heb je een superleuke, makkelijke en simpele kaart voor Valentijnsdag. En de waterkleurtjes echt zo leuk. Nou ja, stempels ook echt top. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei!